Jullie zouden me kunnen herkennen als de stem van meneer Krabs uit SpongeBob. Ik ben Sander de Heer en ik ben een stemacteur. De afzetmarkt van stemmenwerk is natuurlijk enorm vergroot. Ik merk dat ik veel gevraagd word om even snel een dingetje in te spreken voor een social media ding of een internet ding. Vooral de laatste tijd valt het me op dat je echt belabberd ingesproken robotachtige stemmen hebt. Stemmen die allerlei rare klemtonen leggen. Je hoort echt heel veel lelijks voorbij komen. In feite vind ik en heb ik altijd gevonden dat het maken van een stemmetje, vaak bij commercials, door heel erg over de top te spreken, daar heb ik altijd enorme moeite mee. Ik begrijp dat eigenlijk nooit. Ik heb ooit eens voor een koffiemerk de koffie aanbevolen. Die komt uit ongelooflijk veel prachtige gebieden, uit Brazilië bijvoorbeeld. Als je het zo doet, dan krijg je het idee, die man die weet waarover die praat. Die zeggen, ik ken uw stem, dat is de stem van SpongeBob. Ze zegt, hé, dat kan niet. Ja, van meneer Krabs. En ik begrijp niet hoe ze dat horen, want het is een hele andere stem. Nou ja, dat zou kunnen. Of van Gelaarsde Kat uit de Shrek-serie. En die praat een beetje met die Spaanse accent. Dus die gaat de hele tijd, heel charmant tegen zijn lieve meisje. Zegt hij, kom hier, dan geef ik jou een kusje.